Hallo Maria, vandaag zetten we jou in het zonnetje. Ja, hallo. Hoe lang ben jij al vrijwilligste? Nou, ik denk een jaar of vijf. Waarom ben jij vrijwilligste geworden? Ik heb altijd heel hard gewerkt en toen ging ik met pensioen. En toen dacht ik van, ik wil gewoon van alles en nog wat blijven doen. Het is gezellig. Ik heb nu een aantal gezellige collega's. Je hebt het gevoel dat je goed en nuttig bezig bent. Ik heb heel veel aan PR en publiciteit gedaan in mijn beroepsleven. En dat zijn dingen die ik nu bij Atelier voor elkaar, waar ik werk als vrijwilliger, ook nog blijf doen. Is vrijwilligerswerk dankbaar werk? Ik kreeg een keer een zoen van iemand toen ik hem geholpen had aan de balie. Dat vond ik wel geestig. Ik had hem net geholpen en was heel blij mee. En ik kwam even terug van, oh, mag ik je een zoen geven?